Bonjour, welkom bij weer een nieuwe video van mij. Mijn naam is Nancy, ik ben Mrs. Stiletto en vandaag ga ik het hebben over waarom ik een hekel heb aan Ryanair. Goed, Ryanair, de locals carrier. Waarom zou je er niet gewoon van houden? Ik zal je vertellen waarom. Ik ben namelijk recentelijk met een vlucht mee geweest. En wat is hun nieuwe policy? Iedereen die incheckt wordt automatisch los van elkaar geplaatst. Met andere woorden, jij en je partner of je complete gezin kunnen dus her en der in het vliegtuig komen te zitten. Met andere woorden, eentje zit op rij 2, de volgende zit op rij 16, de volgende zit op rij 25 en ga zo maar verder. Ik durf niet te zeggen hoe dat gaat met meereizende kinderen, tot welke leeftijd ze eventueel wel misschien bij je geplaatst gaan worden, maar het is in ieder geval overduidelijk dat op dit moment al volwassenen compleet los van elkaar geplaatst worden en je dus eigenlijk altijd met vreemden naast je zit, tenzij je dus meer betaalt. Dit jaar ben ik ook met EasyJet op vakantie geweest, daar was het absoluut niet het geval en ik vind het zelf op zich prettig om te weten dat je toch nog bij elkaar in de buurt zit. Wat er ook gebeurt, en ik weet niet zeker of dat dit hearsay is of dat het daadwerkelijk zo is, maar ik heb begrepen dat wanneer er sprake is van meer dan 90 mensen op een vlucht, dat Ryanair eigenlijk automatisch al de beslissing neemt om al je handbagage aan te merken als ruim bagage. En dat betekent dus voor heren zonder handtas of wat dan ook, dat je inderdaad je laptop, je tablet, je e-reader, elke vorm van accu's enzovoorts allemaal dus gewoon zo mee moet dragen, omdat de rest in ruim bagage zal moeten. Helaas gebeurt dit ruim bagage aanmerken. Ik vind persoonlijk het ruim bagage aanmerken geen echt probleem. Waar in ieder geval mijn koffer helaas de laatste keer nogal regelmatig openklapte en ik dus wel problemen zag. Maar Ryanair kiest er in ieder geval voor om dus uit de rij mensen te plukken en te zeggen oké, jullie moeten je bagage in het ruim neerzetten. Logisch lijkt het mij als je helemaal achteraan de rij gaat beginnen vanaf daar misschien dan de mensen steeds meer naar voren dat je hun bagage aanmerkt. In ons geval was het zo dat wij op dat moment vrij achter in de rij stonden en vervolgens komen er allemaal nieuwe bij. Ik durf niet te zeggen dat Ryanair beslist om die laatste mensen die er later bij komen ook als ruim bagage aan te merken. Dus ja, wat ik ook inderdaad aangeef, ik weet niet of dat het hearsay is, maar ik heb een gedeelte zelf meegemaakt en een gedeelte dus eigenlijk van horen zeggen. Maar wat dus wel in ieder geval een feit is, is dat ondanks het feit dat je netjes op tijd incheckt en dat binnen een paar seconden van elkaar eigenlijk zal doen, dat je gegarandeerd uit elkaar geplaatst worden, mits je gaat bijbetalen. En ik weet dat we praten over locals carrier, maar persoonlijk vind ik het dan toch prettig om te weten dat er ook andere locals carriers zijn die dit niet toepassen. En die krijgen in mijn geval in ieder geval altijd nu de voorkeur. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik ben heel erg benieuwd wat jij eigenlijk ervan vindt dat je compleet aan de andere kant van het vliegtuig neergezet wordt dan je reisgezelschap. Laat het me weten in de comments hier beneden. En heb jij dat ook gehoord van dat hearsay? Ik hoor het graag of het nou wel of niet zo is. Reageer me in de comment hier beneden als je het een fijne video vond. Klik op de like button. Vergeet niet te delen met je vrienden. Want eigenlijk zou iedereen moeten weten wat Ryanair op dit moment doet. En ik zie jou volgende week weer. Doei!